ben nu de rand aan het maken van de bolhoed. Dus hier komt het vilt straks omheen. En dan draai je hem om. En dan wordt dit wordt de rand. Dus uiteindelijk zie je alleen dit gedeelte ervan. En hier komt de bol, ja, de bolle vorm van de bolhoed zelf. Dus dat is de andere mal. Dit is een, zeg maar, bijna dubbele formaat van de bolhoed dan het formaat wat ze in Bolivia hebben, de vrouwen daar, de Aymara vrouwen. Wat ik probeer te doen is nu door het dubbel zo groot te maken een soort vervreemding aan te brengen in die hoeden. Dus, en juist die Aymara vrouwen, die lokale vrouwen die zo onderdrukt worden en zo'n slechte positie hebben, die dragen eigenlijk vol trots die hoeden. En wat ik wil gaan doen is juist door dat nog eens extra te vergroten en die vervreemding, om dat dan te plaatsen in het landschap, waardoor het een soort decor wordt voor iets universelers. Nou, ik werk altijd met ander materiaal en daar, dit is van het industriële vilt. Het is eigenlijk gewoon niet fijn om mee te werken. Ik werk met haarvilt en wolvilt. En als je dat insmeert, dan gaat er eigenlijk een soort stugge kauwgom overheen. En dit is echt hard werken. Ja. Kracht, je moet kracht zetten. Ja, maar het kan, het lukt wel. En de rand? Die gaan we apart maken, dus we hebben ook nog een lap voor en daar is ook een mal voor gemaakt en daar gaan we hem eigenlijk, zeg maar, tegengesteld gaan eroverheen trekken, ook met die mooie rand van een bolhoed. En als die klaar is, dan draai je hem om en dan komt deze er bovenop en dan heb je dus zo'n formaat bolhoed. Ik dacht gisteravond, dat gaat het niet worden en ik ga jou mailen, zo van, het lukt me niet. Oh ja? En vanochtend dacht ik, nou weet je, je gaat het gewoon doen met dat rotmateriaal, dat rotvilt. Ja, dat... Ja, dat is echt rotvilt. Ja? Dat lukt. Ja, geweldig. Maar wat een geweldige vorm ook, zeg. Dus, Volgens mij moet ik even, want het is lekker een dun laag tussen het ingewerkt. Zo. Alleen hier aan de onderkant, maar dan... Ja, wat ik doe, ik neem die hoed mee. Ga naar de zoutwoestijn. Mm-hmm. Een van de grootste zoutwoestijnen ter wereld. En met een groep vrouwen, met al die hoedjes. En dan één vrouw met zo'n enorme hoed. En dan in die witte vlakte, waardoor je ook het verschil tussen dichtbij en ver af niet ziet. Dus dat ik ga spelen met perspectief. En dus ik wil iets doen met, ja, juist om dat te benadrukken. En dan met zo'n vervreemding en toch ook een beetje die Magritte-achtige, surrealistische van zo'n bolhoed in een vreemde omgeving.
dit is hem. Zo, hé. Enorme mooie bol. Zo. Gaaf. Ja. Een klein beetje. Ja. Oh ja, ja. Zo, dus vind ik ja, dat die rand zo net recht is. Ja, over de ogen. Ja, precies. Ja, ik denk dat het heel spelen is in het landschap. Zo, nee, hoe krijg je hem nou ja, goed op? En ja, eigenlijk is dat heel mooi vanaf boven. Mooi is dat, hè? Ja. Dat vind ik ook. Ja. En ik vind het zo mooi dat dat licht, hoe dat valt op die bol. Ja, als je zeg maar deze kant op kijkt, dan zie ik, ja, dan kan je het niet zien, maar hier in het raam. En dan hebben die vrouwen vaak van die hele gekleurde outfits, weet je, van dat hele felle roze of fel oranje. Goh, hé, dat is zien zo. Ja. Maar dit is dat driehoekje hier, dus het is, oh, dat is echt maar, ja, waarschijnlijk is, maar 1 centimeter. Nou, niet eens, hè? Nee, want ik denk, dit is ietsjes blauwiger, maar daardoor wordt die lucht ook nog iets voller. Ja. Ik denk dat dat wel mooi is. Ja. Nou, wat ik ook heel mooi vind, zijn al die tonen. Hè. Je hebt hier dat hele felle, lekkere groen, wat dan weer terugkomt in haar jurkje. En dan een beetje dat verbleekte. En dan ineens komt dat felle groen weer terug aan het eind. Ik vind dit... Alleen dit al is gewoon zo mooi van kleur. Ja, het is heel spannend. En wat dan nog mooi wordt, is daarboven dan krijg je die pluimen aan het eind. Zo die. Ja, dat is echt. Het gaat heel goed werken. Ja. Ja, maar dit is. Ja, het is mooi. Ja, super. Ja, die bol ziet er ook goed uit, zeg. Ja, dat is misschien. Ja, nou, het is toch wel eens. Het is misschien wel eens een vraag. Oké.